Welkom bij GadgetGear.nl en welkom bij het Innovatieve Huis. Het Innovatieve Huis is de plek waar we alles op het gebied van smart home uitproberen. Het nieuwste van het nieuwste, waaronder dit, de Loopo 300 van Wolfgarten. Wolfgarten heeft een tijd geleden Robomo overgenomen en eigenlijk is dit een beetje een van de producten die daaruit is voortgekomen. Dus we gaan hier als het goed is heel veel technologie van Robomo in tegenkomen. In een Wolfgarten jasje. En het leuke is, hij is super compact en het is de kleinste met Bluetooth. Dus gewoon lekker aansturen met je app is geen enkel probleem. Hij is geschikt voor maximaal 300 vierkante meter gras, optimaal 200 vierkante meter gras. Dus voor de gemiddelde Nederlandse tuin zal het niet zo heel erg probleem zijn om gewoon de kleinste te kopen. Daarnaast hebben ze natuurlijk ook weer grotere modellen waar ook gsm-modules in zitten. Dus dat je werkelijk van overal ter wereld je gasmaaier kunt neerzetten en er altijd mee in contact blijft. Super tof, maar wij gaan deze uitpakken. Want ik ben heel benieuwd, wat zit er in deze doos? We hebben overigens voor het Innovatieve Huis al de grote Robomo uitgeprobeerd. En ik was toen echt onder de indruk van alles wat standaard al werd meegeleverd met die grasmaaien. En ben heel benieuwd of we diezelfde ervaring onder Wolfgarten weer meekrijgen. Nou, hier krijgen we in ieder geval meteen te zien wat er ongeveer allemaal in de doos zal gaan zitten. En zij raden aan, en dat deed Robomo ook, om de doos te bewaren mocht je ooit voor service je robot even op moeten sturen. Maar hij is vrij groot, dus ik begrijp het best als je dat niet doet. Maar wees gewaarschuwd, mocht hij ooit voor service weg moeten, is het toch wel handig. Nou, dit begint in ieder geval heel erg netjes, want ik heb hier een doos die ik meteen uit kan grijpen. Ik zie meteen mijn Wolfgarten. Netjes, we gaan kijken wat zit in de eerste doos. Dat is dit doosje. En daar zit denk ik het installatiepakket in, jawel. We hebben hier de kabel die je over de grond gaat spannen. Die span je over het gras en die hamer je met heel veel haringjes vast. Dus om de paar 10, 20, misschien 30 centimeter zet je zo'n haringje erin. Dat het op het gras ligt, dat is niet erg. Mijn ervaring is namelijk dat naarmate het maaiproces vordert, op een gegeven moment verdwijnt die kabel onder het gras, zodat het nieuwe gras er weer overheen groeit. En dat is net als met die haringjes, die kom je eigenlijk gewoon niet meer tegen. Dus wat in de handleiding staat, gewoon over het gras spannen, dat klopt maar wel heel strak. Zorg dus ook, kunnen we even kijken naar het gras hier? Als je gras zo hoog is, maai hem ook eerst even voor met een gewone grasmaaier, want hier gaat je robot ook echt niet meer doorheen en ploegen. Dus je moet wel even je tuintje een beetje voorbereiden, maar als je dat dan eenmaal gedaan hebt en die robot van Wolfgarten die doet gewoon lekker iedere dag zijn dingetje, heb je er geen omkijken naar, dan is het net als een stofzuigrobot. Hij houdt het voor je bij. Nou, we hebben hier een paar stevigere haringen, 3 stuks, die zijn voor het laadplatform. We hebben hier een lader met een hele lange kabel. Dus deze komt tussen platform en jouw stopcontactje te zitten. Dan heb ik hier een Robomo beugel. Kom maar even dichterbij. Hier moeten ze duidelijk nog een malletje aanpassen. Nog even. Een kleine scherp. Ja, hij loopt. Dus hier moeten ze duidelijk nog even een malletje aanpassen. Dan hebben we hier wat verbindstukken voor als je per ongeluk een kabeltje hebt doorgesneden en wat koppelstukjes, netjes. Allemaal klein spul. En we hebben hier de, wat vroeger de Robo Ruler heette en dat heet nu de... Nee, Wolfgarten heeft er geen leuke naam voor verzonnen. Maar dit is in ieder geval je metertje om te weten hoe ver je de kabel van muren en planten en dat soort dingen af moet leggen. Dan weet je zeker dat je niet in de fout gaat op het moment dat jouw robot zijn eerste routing gaat doen. Denk niet, die installatie die doe ik even een uurtje. Geloof me, daar ben je echt wel een middagje mee bezig. Zeker als je het voor het eerst doet. Want je bent heel veel aan het bijstellen. Want die robot die gaat toch een beetje zijn eigen weg volgen. Dus je maakt gewoon veel aanpassingen. Dus neem hier de tijd voor en doe het echt volgens de handleiding. Maar nogmaals, heb je hem eenmaal ingesteld, dan heb je er echt wel heel veel plezier van. Tussen karton kan weg.
Ja. Hij ziet er heel mooi uit. Documentatie. Bij Robomo krijg je een heel dik boekwerk. Hier krijg je een heel dik werk van boekjes. Dus alle andere talen kun je gewoon weggooien. Al zit op het eerste boekje al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 talen. Dus je hebt wat te lezen. Maar nogmaals, die installatie, heb je het helemaal goed gedaan? Dan heb je heel veel plezier van. Het kost je alleen de eerste keer heel veel tijd. Nou, dan gaan we hem eruit tellen. Nou, ik zie al het eerste leuke wat ik kan vertellen over het ding. Dit is de connector. Die gaat op het laadstation. Dat zal ongeveer zo gaan, denk ik. Ik heb de handleiding dus nog niet gelezen. Maar ik heb natuurlijk een beetje ervaring met de Robomo. Zo. En nou ja, goed, dan moet je hier wat met bekabeling in gaan doen. Je gaat hem met een paar haringen vastzetten op de grond, op je gazonnetje. En deze zorgt ervoor dat jouw Robomo altijd, of jouw Wolfgarten altijd geladen is. Kijk, ik ga nu helemaal de fout in. Hè? Robomo, Wolfgarten. Het is Wolfgarten. Dan hebben we hier de Lupo 300. Exterieur is hetzelfde model als de 150, alleen de 150 heeft dus niet de Bluetooth en dat soort dingen. De 300 wel. We hebben hier de stopknop, we hebben hier een go-on-off knop, we hebben hier duidelijke indicatieleds. Ik zie hiervoor iets, een sleuteltje. Zonder het sleuteltje doet hij het niet, gok ik, achter iets. Ik moet de handleiding dus nog lezen. Hier staat, lees vooral eerst de handleiding. Hier hebben we een soort van luchtinlaat. Geen spelende kinderen op het gazon tijdens het maaien is niet handig. Even kijken, wat zien we er voor de rest aan? We hebben banden met spikes, standaard bij dit model. Bij de Robomo's moest je dat altijd nog bijkopen. We hebben hier een indicator voor de maaihoogte. Dus die kun je makkelijk daarmee afstellen. We gaan hem even op de kop zetten. Dan pak ik heel even een folietje erover. Anders hebben we meteen de eerste krassen erop zetten. Dat is trouwens leuk. Om de Robomo kun je altijd die kappen gewoon weer loskopen. Mocht die helemaal bekast zijn na een seizoen, dan kun je hem dus weer gewoon als nieuw maken. Ik gok erop dat Wolfgarten dat ook gaat doen. Nou, hier zien we het mes. In tegenstelling tot de grote Robomo's. Maar ik heb de kleine Robomo nooit getest. Moet ik erbij zeggen. Dit mes heeft twee kanten. Ten opzichte van de driehoek die Robomo altijd gebruikte. En hier zit iets van een indicatortje, geen idee precies waarvoor. Je ziet geen gasopvangbak. Het wordt heel fijn gemaald en eigenlijk valt het dus weer terug tussen het gras. En die emulsie die daarmee wordt gecreëerd, die vormt ook meteen weer de voedingslaag voor jouw gazonnetje. Dus door eigenlijk dit ding gewoon regelmatig over jouw gazonnetje te laten rijden, bespaart het jezelf niet alleen heel veel moeite, maar zorg je er ook voor dat je gazonnetje gewoon lekker gezond blijft. Nou, voor de rest, we zien een soort van veersysteem, heb ik het idee. Nee, dat niet. Je mag hem niet afspoelen, dat lijkt me logisch. Want aan deze kant is hij niet waterdicht. Aan deze kant wel. Het wordt voor mij nu tijd om gewoon lekker een middag in de tuin te besteden. Lekker de draad in het gras te gaan zetten. Het laadstation een vaste plek te geven. En te gaan testen en te gaan zorgen dat zijn routingje goed is. Wil je nog meer weten over deze Wolfgarten Lupo S300? Check dan de link onderaan de video. Die link die brengt je naar gadgetgear.nl en daar lees je mijn hele verhaal over mijn ervaring met deze Lupo S300. Dus wil je alles weten? Check de link onderaan de video. Tot ziens! Ja, het heeft iets ontzettend bevredigends om te zien hoe zo'n ding het werk doet wat jij anders zou moeten doen. Je ziet, hij doet het keurig. Wil je meer weten over deze Robomo? Check even de link onderaan de video. Die brengt je naar gadgetgear.nl en daar lees jij de hele review.